Nee, maar ik zat in de auto zo. En op een gegeven moment, ik heb echt, ik doe mijn been omhoog en ik trap zo heel zijn raam eruit. Waar het gewoon niet cool was om Jan Smit leuk te vinden. Roxanne Hazes. Hallo Chris. How are you? Ja, goed. Ja? En jij? Ook goed. Goed zo. We hebben elkaar ontmoet tijdens De Slimste Mens. Ja. Dat vond ik erg leuk. Ik ook. En ik vond je gelijk sympathiek. Ik ga niet omheen draaien. En wij stonden hier over elkaar. Ik zal het trouwens... ik ga eerst iets bekennen. Ik had daarvoor al een aflevering opgenomen. Uh-huh. En toen wist ik al dat jij in de volgende zou zitten. Hoe dan? Omdat je er volgens mij zelfs was. Oh zo? Ja, ja. Oh, oké. Okay. En ja. Toen dacht ik, als ik de volgende ronde haal, ja, sorry meneer. Als ik de volgende ronde haal, dan ga ik sowieso door. Erg, hè? Ja. En halverwege de ronde waarin wij speelden, waarin jij en ik en Corneel, ja, stond jij voor. En toen dacht ik van, ben je ook een dickhead? En dat je zulke voordelen hebt. Ja, nou, je hebt net, ja. Want jij wist, met dat Fru de Mer, weet je, dat die dat het op een etagère was en dat het koud werd gegeten. Ik dacht van, oh, Jesus. Dus ik zag mezelf weer helemaal... Maar het ligt ook een beetje, denk ik, aan de vragen waar je interesses liggen. Oh, ja. Mijn interesse is onder andere is eten, weet je wel. Dus, ja. Dus voor mij is dat niet een... nee. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Ik ook. Weet je, ik ben echt een trouwe kijker ook van dat programma. Ja, maar daarom vond ik het zo opvallend dat je dan na dat domme gezeik naar De Slimste Mens... Ja. Dat jij zelf het initiatief neemt, tenminste denk ik, mm-hmm, om naar Boulevard te gaan. En je hebt gezegd wel terecht van, ja, maar weet je, waarom moeten wij onze mond houden? Ja. Nou, weet je wat het meer is? Ten eerste, ik goed uit. Wat zeg je? Misschien moet ik het goed uitleggen. Ja, er was... na de financiën met mensen, zeiden mensen van, oh wat stom, waarom weet je dit niet? En dat ging maar zo door. Je hebt heel veel over je heen gekregen toen. En toen zat jij op Boulevard om te zeggen van, jongens, kap je nou eens mee? Ja, nou ja, er zijn meerdere redenen voor waarom ik daar zat. Ten eerste werd ik daarvoor gevraagd. En ik bied mij nooit zelf okay, ergens aan. Okay. Dat, zo werkt dat niet. Maar dat, ik werd daarvoor gevraagd naar aanleiding van een bericht die ik op Instagram had gepost. Mm. Over het feit, wat ik eigenlijk het meest storende vind, is dat media klakkeloos overneemt dat iemand blundert of wat dan ook door geschreven teksten op Twitter. Ja. En, hè, geen geheim, dat is bijvoorbeeld dat, ik ben een trouwkijker bijvoorbeeld van De Slimste Mens, er gaan heel veel mensen de eerste ronde al absoluut uit. Maar omdat ik de naam Hazes draag, en hoe lullig dat ook is, kijken er ook mensen naar die nog nooit naar De Slimste Mens hebben gekeken. Want dat zijn van die mensen die eigenlijk s'avonds lekker voor shownieuws zitten, met een bak doppinda's, weet je wel, en iedereen afloopt te zeiken, weet je wel. Dat zijn die mensen die naar mij komen kijken, ja, om mij af te zien gaan. Ja, ja. Dat zijn dezelfde soort mensen die je helemaal kapot maken op Twitter. Ja. Wat er vervolgens gebeurt, is dat bepaalde media overneemt, Roxanne Hazes blundert in De Slimste Mens. Ja. Nee, dan heb je het verkeerd. Want dan kijk jij niet naar het programma. Hè? Het is een kennisquiz met een knipoog. Nogmaals, ik ben geen allesweter. Ik had een hele goede tegenstander, moet ik ook even gezegd hebben. Nee, zo is het. Ik zeg je eerlijk, als ik in de eerste keer dat ik meedeed, als ik maar 3 andere vragen had gehad, of 1 ding niet had geweten van zo'n 80 punten vraag, dan was ik er ook uitgenodigd mee, weet je. Ja. Maar goed, ik vind het interview, ik wist van tevoren dat ik het moeilijk zou vinden. Omdat wat we nu alweer aan het doen zijn, dat we samen in een soort van verdediging aan het schieten zijn. Ja. Ik vraag je naar iets stoms wat er gestelling is gebeurd. Jij reageert erop, verdedigt jezelf. En dan denk ik van, ja, fuck. Nu zijn we toch weer terechtgekomen in een van de interviews die jij hiervoor ook hebt gedaan. Als ik die lees, gaat het of over gezeik waar je tegen weert, of de relatie met je broertje, of met je moeder.
of de moeite die je hebt als, met het overlijden van je vader. En ik zoek een manier om daar eigenlijk weg van te blijven. En ik merk gewoon dat het vrij moeilijk is. Omdat ik misschien, omdat jij misschien ook al zo geconditioneerd bent. Of denkt te weten van, wat wil niet Hugh van mij? Oh, hij wil misschien weer dat verhaal. Oké, ik snap het. Hij wil misschien weer dat verhaal. 9 van de 10 journalisten zijn natuurlijk wel zo. Ze zijn altijd uit op een relletje. Maar ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik heb nooit relletjes in mijn leven. Die maken anderen voor mij. Dat is heel gek, weet je wel. Hetzelfde als mensen zeggen, hey, je hebt ruzie met je broertje. Ik kan me niet herinneren dat ik ruzie met je, als kind tuurlijk. Maar dat is niet waar. Dat maken andere mensen ervan, weet je wel. Want ik ben eigenlijk gewoon een heel, heel vrolijk persoon. Ik heb nooit gezeik in mijn leven. Ik klop het even af, maar dat is gewoon waar. Ja. Snap je? Dus ik, op de een of andere manier stel je daarop in als je met iemand een interview ingaat, weet je. En dat is gewoon heel zonde, maar zo werkt het gewoon. Tweede album. Ja. Nou, tweede album. Ik zeg tweede album, maar is het te gek? Nee, toch? Want het is toch een soort... Ja, wel mijn tweede solo album, zeg maar. Ja, ja. Het eerste, wat waren daar de basisemoties? Ik weet het wel, maar ik wil het van jou horen. De basisemoties achter veel teksten. Ik schreef mijn eerste album op het moment dat ik eigenlijk hartepijn had. Ja. Ik wil even de emoties beschrijven. Ja, precies. Dus de hartezeer. Hartezeer. Woede. Woede, de haat tegen de wereld. Haat naar mezelf. Ja, dat was voor mij... Ik heb zoveel gejankt tijdens dat album ook. Zoveel echt gezopen en zo. Niet normaal. Maar je kunt je waarschijnlijk, hoe gek dat klinkt, geen betere motivatie bedenken. Tuurlijk, man. Hey, leed verkoopt. Zo is het gewoon, hoe lullig het ook klinkt. Ik probeer me nu nog wel eens in te beelden van... Shit, man, hoe zou het gewoon voelen als Erik mij echt keihard bedriegt of zo. In die emotie moet ik zitten voordat ik het nieuwe album schrijf. Precies, want dit tweede album ga je maken uit een soort positieve basis... stemming, gevoel. Ja, maar toch. Dat is moeilijk, man. Ik ben een heel melancholisch type. Mm. Dat ben ik en dat blijf ik. En dat is denk ik mijn hazes DNA of zo. Ja. Dat hoe happy ik ook kan zijn, ik blijf altijd een melancholisch wijf die gewoon echt om een hoop dingen kan zitten. Jank. Ik ben een enorme romanticus. Ja. Niet normaal. Dus ik heb een liedje geschreven en dat heet Bonnie en Clyde. Mm-hmm. En dat gaat over hoe ver je kan gaan voor de liefde, weet je wel. Ik heb echt alles over voor de liefde. Ik zeg gewoon, dat mag je echt niet zeggen eigenlijk, maar ik zeg wel van, ik zou iemand kunnen doden uit liefde. Snap je? Zo ver gaat mijn... Zo van, als je niet van mij houdt, dan ga je van niemand houden? Achtig? Nou, of als jij mijn gezin pijn doet of wat dan ook. Maar ik ben ook heel eerlijk, kijk, als jij mij... pijn doet, op mijn hart trapt. Ik ben wel zo'n psycho-stalker gewoon. Ik ga helemaal door het lint, weet je wel. Nee, dat is wel zo. Ik kan niet zomaar iets laten rusten. Dat zit gewoon niet in mij. Nee. Dus vanuit dat oogpunt... Wat is het allerergste wat je ooit gedaan hebt? Zal ik mij even vertellen? Ja. Waar ik meest voor schaam? Nou. Ik had een keer ruzie met een ex. Mm-hmm. En die wilde zeg maar mij niet dan uit het huis laten gaan, weet je zo van. Mm-hmm. En toen heb ik de politie gebeld en dat gezegd. Nee. Dat ik zeg maar niet... En toen zei je, Gert, ik zei van, ik mag mijn huis niet uit van mijn ex, van mijn vriendin. En het was stil en toen zei hij van, meneer, dit moet u zelf oplossen. En toen dacht ik van, oh nee, dit heb ik echt gedaan. Oh, fantastisch. Heerlijk, is dit... Kan je er overheen? Ja, denk ik wel. Wil je dat? Ja hoor. Ja, ik heb ooit een keer... ik ben altijd een type geweest die heel erg driftig was. En ik kom ook uit een hele agressieve relatie. Dus daar heb ik in gezeten. Okay, en één keer was ik zo boos. Maar echt zo boos. Dat en waar ik de kracht vandaan vond, geen idee. Maar ik zat in de auto zo. En op een gegeven moment, ik doe mijn been omhoog en ik trap zo heel zijn raam eruit. Oh! Dat is wel tijdens het rijden? Tijdens het rijden. En toen? Stoppen. En toen stoppen. En toen hij stopte en dat vond ik nog het enge. Hij was zo ontzettend kalm. Oh. En hij zette de auto aan de kant. En hij loopt zo om me heen. En toen dacht ik, fuck, nu krijg ik natuurlijk weer een beuk voor mijn kanus. Ja, dat was wel... Ja man, maar dat was echt een zieke relatie ook. Dat is gewoon, als ik daarover praat, kan ik gewoon nog... buikpijn daarvan krijgen. Oké, dan gaan we stoppen. Maar goed, dat soort dingen deed ik dus. En
Oh shit. Oh, worden aangevallen. Want de kijker niet ziet dat nu twee Mechelse herders. Nee, ze zijn best klein. Ik ben ooit in mijn gezicht gegrepen door een herder. Gebeten? Ja, echt. Hoe oud was je toen? 16. Ik was toen met mijn vriendje samen. Die werkte voor de defensie. En die werkte zeg maar met dit soort honden. Hè. Holy die fuck. Die worden getraind om te vechten eigenlijk. Hè. En zeg maar boeven te vangen, om het zo maar even te zeggen. En als die honden dan oud zijn, dan heb je grote kans dat ze of afgemaakt worden, of dan mag je ze mee naar huis nemen. Deze en, mocht je mee naar huis nemen? Deze mocht mijn vriend mee naar huis nemen. Maar die was nogal bezitterig. Voor de beet? Ja. Oh, oké. Okay. Dus die was nogal bezitterig, die hond. Dus als ik mijn ex dan een kus gaf, nou, dan was het al grommen. Dat vond ik wel doodeng. Nou, op een gegeven moment, die hond was... Ik gaf mijn ex een kus. En op een gegeven moment, die hond was aan het grommen. Toen dacht ik, ik ga die hond ook even geruststellen. En hap, zo in mijn gezicht. Kan je nog zien? Wat zeg je? Heb je een litteken? Nee, helemaal niks, gelukkig. Maar dat was echt... Holy shit, man. Echt, dan zie je echt maar weer dat... Ik ben echt een enorme hondenliefhebber. Ik heb ook allemaal honden. Ik ben een enorme dierenliefhebber. Maar honden zijn niet te vertrouwen. Het blijven dieren. Dat vergeten mensen echt. Ja, en dat heb ik nu ook heel erg met Fender. Ik probeer echt een beetje daar een soort middenweg in te vinden. Van hoe gaat hij met dieren om? Want het is constant staart pakken, oor pakken. Ik schijt in mijn broek daarvan, weet je wel. Wil ik niet om me geweten hebben. Verschrikkelijk. Dus ja. Roxy. Oeps, dankjewel. Ik ga je een knuffel geven. Ik vond het superleuk, man. Ik ook. Heel erg. Ja.